We hebben nu een stukje met BN'ers, maar eigenlijk gaat het niet daarom. En we hebben nou als solist of een groep. En dan komt BN'er één keer in de show en dat doen ze eigenlijk voor een goede doel. En dan krijgen ze daar een fijne donatie voor. Okay. Dat is voor een goede doel, maar het gaat nu eigenlijk echt om de kandidaten die versteld gaan doen staan. Die denken van, wauw. Je hebt sommige mensen die... Op een gegeven moment een meid die deed Beyoncé na en die won. En die ging ook huilen ook gewoon. Ik dacht, je gelooft het echt. Het is gewoon echt, zo voelt dat. Oké, we hebben Kevin. Kevin, toch ben jij? Nee, René. René, kom maar even bij. Want René, jij bent een lip... Hoe noem je jezelf eigenlijk? Lip-sync-koning. Lip-sync-koning. Als het lukt. Jij gaat Najib Amhali doen. Juist. Je hebt hem uit en ten treuren geoefend, gerepeteerd, alles erop en eraan. Ja, ik heb mijn best gedaan. Ja. Oké, ga staan. Nee, mag ik ben de nergste van iedereen. Eén ding zeggen wat je ziet, hè. Dus je ziet hier, kijk, wij kennen Najib Amhali allemaal. Dus we hebben één ding wat heel tof is aan, aan ons programma, wat anders is de comedy battle. Dus mensen gaan gewoon, of Herman Vinkers, of Najib Amhali, maar echt goed. Dus weet, je kent de sketch van Najib Amhali, en dan moet je toch heel goed kijken wat René Jezus, man. Ja, dat gaat niet goed. Jawel, broer. Laat dit gewoon doen. Ga staan. Waar is mijn lijntje? Oké, ben je klaar? Juist. Oké. Je hoort eerst tikjes, ja. Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen? Waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! 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 Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Abi, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Voor mij 2 witte sausen erbij. 2! Witte! Nee, niet rode erbij, alleen witte! Ja! Schiet op, man, ik heb honger! Hoi! Het mooiste detail vind ik dat je iedere keer je piemel pakt. Marokkaans. Wat heeft dat met playback te maken? Ik ben een Marokkaans. Oh, je bent je zet het steeds goed. Als Hollandse jongen heb ik dat niet. Nee, maar Marokkaans, dan moet je je tolly pakken. Oké, ik snap het. Hij gelooft het. Maar dit is gewoon puur lol humor. Het is lol en tegelijkertijd denk je, jeetje, wat is die ook goed. Dat is wat wij zien. Wij lachen en dan zitten te kijken, maar wacht even, hij is echt goed. Maar ik ken Najib of Brigitte Kaandorp of wat dan ook. Ik weet het, maar ze voegen iets extra toe. Nou, hij bij zijn piemel, maar ze voegen allemaal iets extra aan toe.